fest. Even bij Mr. Goldrij, even de plannen bespreken, want de zomer die is begonnen, jongens. Is dit jouw broekje voor de zomer? Ik ga even kickboksen. Kickbokslesje. We hebben hier lekker rosé, hij is ijskoud. Het water loopt me in mijn mond, maar ik ga nog niet drinken, groeimaten. Dat gaat pas in juli beginnen en dat is over een week al volgens mij. Ik zit erop. Vrijdag is het internationale rosé dag. En wij hebben een mooie actie voor jullie op de website van Goldrij, dus ga kijken en ga flaneren. Want het lijkt wel alsof ik nog op vakantie ben gewoon. En toch ben ik er lekker aan het werk. Dit is onze Magnum fles, hè. Dat betekent dat als je hem openmaakt, dan moet hij ook leeg die dag. Deze maak je open als je door het geluid gaat. Gelukkig woont Julian hier aan de glas. Even ruiken hoor. Als je ijs lekker erin. Extra koud maken. Ruik ook echt voornamelijk alcohol, weet je wel. Proost. Echt moeilijk hoor. Wat een klein cadeautje voor jullie. Een cadeautje? Normaal staat er een kant op, hè? Oh, kijk. Kijk even. Limoncello, wordt dat gedronken of niet? Ja, ik drink sowieso niet, maar... Voor de leuke moppen. Hoppakee. Is hij koud al? Nee, hij is niet koud. Oh, jammer. Helaas. Ik heb zo voetballen, jongens. Blikje? Ja. Blikje, wel lekker. Ja, wel lekker blikje. Ah, kijk. Het echte werk. Hoppa. Lekker, man. Zwembad. Dat is wat we zien. Wel vet ding, hoor. Zwembad. Ja, dat zou op zich kunnen. Oh, oh. Is een loortje ook, hè? Zo, groeimaten, we zitten eventjes in de auto van Dionne, want mijn auto's zijn vrijwel allemaal weg. De Ferrari die staat bij Absolute Modus, de R8 die is nog niet af, de Impala die staat eventjes bij Joey, want we gaan de hydraulics opschroeven. Ja, de Multipla die staat er. Daar gaan we trouwens iets moois mee doen voor jullie, groeimaten. Ja, weet je, we gaan die Multipla gewoon, die gaan we weggeven aan jullie. Maar dat gaat nog wel even duren. Maar ik zeg het alvast. We gaan die Multipla helemaal top maken. En dan gaan we gewoon een goede maat blij maken met die Multipla. Want jullie hebben er zelf ook al meegedaan. Dus we gaan hem weggeven. Wanneer dat gebeurt, dat is nog een verrassing. Maar dan weet je het alvast. Dus plant het maar even achter in je hoofd ergens. Van ik kan hem winnen. Wat hebben we nog meer? Ah, ik weet het allemaal niet, joh. Fuck it. Ik heb hier die Tropical Gold, hè. Ik heb dus al een Scoopie Blueberry... eigenlijk erin zitten, al de hele ochtend. Gin naar school gebracht op de fiets. Scoopie doe ik dan even erin. Ik heb nog steeds niet gegeten 's ochtends. En ik eet gewoon 2-3 keer per dag. Maar dan zo laat mogelijk natuurlijk. Want ik wil dit helemaal geil aanhouden gewoon. Goud, motherfucking droog. De hele motherfucking zomer! Hey! Lekker man! Die Tropical Gold. Ik gooi er nog eentje hier erbij. Want mijn beker zat vol. En ik gooi er toch even eentje. Maar niet te veel. Een halve hier nog. Drankje!
Wat is er zo lekker in het rode drankje? We hebben het dakraam openstaan en de mensen die kijken mij, ja jongen, hé. Hey. Oh, die is heel lelijk weer. Met het aan de bouwde lichaam. Ja, dat krijg je nu ook, hè. Als je droger wordt, dan gaan ze natuurlijk weer... het valt mee, hè. Het valt mee, maar er gaan natuurlijk weer mensen die lopen janken van... vergeet de test niet. Vergeet het die elleboog niet. Vergeet dit niet en vergeet dat niet. Nou, zelfs de gasten die gebruiken... Ik ben nergens op tegen, hè. Echt niet. Die weten dat ik naturel ben, weet je wel. Je ziet gewoon dat ik naturel ben. Want verder blijft het allemaal... oogt het gewoon natuurlijker of zo. Ik weet niet. Ook op vakantie... Niemand daar herkende Joël Beukers, dus dat vond ik echt heerlijk. Er waren alleen maar Duitsers op Sardinië, zeg maar. Ik werd totaal niet herkend. En dat vond ik natuurlijk heerlijk, maar ja, ik liep daar gewoon echt gruwelijk in de olie. Liep ik daar rond, weet je wel, met mijn kinderen en met Dionne. Dus het maakt niet uit of ik niet bekend was. Iedereen keek ernaar, weet je wel. Dus het was natuurlijk wel... voor de normale gasten denk ik, ja, dat is top, weet je wel. Het teken van goud droog zijn, dat het gewoon... Het werkt, weet je wel. Het doet zijn werk. Je zit gewoon... Iedereen die denkt... Godverdamme, die jongen die zit in de olie, hé. Potverdikke, die jongen zit in de olie. Die zit strak in de olie. Vraag ze, ja, wat voor werk doe je? Zit in de olie-industrie, jongen. Komt toch wel met je wel een rode drankje? Ja, die mensen die kijken al zo van... dat vind je daar... Nu... Ik moet zo wel van een rode drankje! Een rode draakje! Heb je over het rode draakje gesproken? Goed lekker! Ik zag daar gewoon een chest fietsen. Dat is ook raar. Ik wist niet dat een chest kon fietsen, weet je wel. Nee, er komt heel veel merch aan, want er is heel veel besteld. Alleen, we hebben natuurlijk allemaal te maken met transportgedoe. Met levering van grondstoffen. Het is echt gewoon bikkelen nu. Dus, het komt eraan. Morgen! Alleen wanneer en zo, daar is gewoon geen pijl te trekken. We hebben de witte shirts met het rode draakje erop. Hebben we daar ook hoodies van? Ja, daar hoodies ook. Hoodies van witte hoodies. Dus ik krijg wit t-shirt, wit hoodie. De boxshorts duren nog even. Ja. Want er komen nieuwe boxshorts. Waaronder dus een buffel boxershort. We hebben limited pakken met off-white. Die komen eraan met gouden tekstband op de zijkant. Ik moet zeggen, dat vind ik de mooiste pakken tot nu toe. Echt fucking goede kwaliteit ook. Het wordt gemaakt in Turkije. Dit is echt gewoon... Wees daar snel bij, zeg maar. Wees er snel bij. Wat hebben we nog meer? Oh ja, vesten met rits. Dat vind ik zelf het allerchillste. Voor in de gym. Want dan hoef je dus niet met zo'n hoodie te gaan kutten. Zit je haar door de war en zo. Ik moet er sowieso een beetje mee oppassen met het haar. Straks ben ik het allemaal kwijt ook. Er komt heel veel aan. Heb nog even geduld. Zorg dat je er heel snel bij bent. Want ik denk dat het allemaal vrij snel is uitverkocht. Want er is mega veel vraag naar. Hey, wij gaan vandaag eventjes wat benenapparaatjes erin gooien. En ik zeg apparaatjes, want ik moet even iets rustiger aan doen. Want ik heb met een deadlift weer mijn zenuwbeknelling in de onderrug aangewakkerd. Dus dat betekent dat ik weer zenuwpijn heb langs mijn benen. Want daar loopt je zenuw. Dat heeft te maken met een hernia eigenlijk. Dan moet je gewoon even een keertje naar je lichaam luisteren. Pak even wat apparaten. Maar ik doe toch wel nog een beetje full body. De full body betekent niet dat je alles hetzelfde behandelt. Dus full body kan zijn, oké, focus vandaag leg day. En dan pak ik nog iets van borst of een rug erbij. Of een arm of wat dan ook. Dus dat is full body. Je kan best focussen op een bepaalde spiergroep. Dus dat je voor benen 2 of 3 oefeningen doet. En dat je daarbij dus nog een chest, een rug en een tricep of een bicep erbij pakt. Of dus, een schouder, weet dus je. Dus niet je rechterbeen en je linkerarm. Nee, het ding is met full body is dat je dus niet te veel sets per spiergroep gaat pakken. Waardoor je dus eigenlijk de volgende dag weer lekker met een andere oefening die spier alsnog weer kan pakken. Omdat je hem niet helemaal kapot hebt gemaakt. Er zijn allemaal voordelen aan. 1. Als je dit meer dan een week doet, meer dan 2 weken, dan herstelt je lichaam ook veel sneller. Dus het is even wennen. Maar je lichaam herstelt veel sneller. Waardoor het straks ook veel sneller kan groeien. Dus als je elke dag de spier een beetje pakt. Vooral als je natuurlijk traint dus zonder apparaten. Dan kan het dus ervoor zorgen dat je sneller gaat groeien. Of het beter kan maintainen in een gauw droogfase bijvoorbeeld. En, ik moet eerlijk zeggen, als je gaat flaneren, heb je overal die pomp zitten. Dus als jij 5-6 dagen in de week traint, dan heb je altijd nog profijt van die pomp. Dus als jij dan gaat flaneren op het strand met het mooie weer, dan heb je alles eventjes... Bij mij zie je in elk geval over mijn hele lichaam die veens gewoon helemaal naar boven komen.
Dus dat is top. En wat gaan we lekker op de ketoneolie, hè? Zo, lekker, hè? Hé, ik kreeg ook allemaal comments. Ja, wat is ketoneolie? Kijk, wij zeggen altijd, we zitten lekker in de olie. Ketonen komen vrij bij je vetverbranding. Dus dat is een soort energie wat je lichaam gaat gebruiken. Maar vet is natuurlijk gewoon, dat is eigenlijk gewoon olie. Dat is gewoon vet. Dus je moet het zo zien. We gaan lekker op die olieverbranding. En dan gaan we even die schuiven door het dak en ram. En dan worden we gauw droog. Keihard worden. Keihard gewoon. Lek. Met de kabels zo. Zorg ervoor dat je zo zegt. Pap, wat heb je een mooie kabels lopen, Arno. We gaan de gym in. Kijk, hele pakketje. Ja. Lekker hoor. Chill hoor. Hele pakketje. Cameraman die belt. Oh, ik dacht dat ik dat was. We zijn druk bezig met een nieuwe video voor mijn kanaal. Cabron. Dat heeft te maken met René. Hey Gijs. Ik zie dit dus alsnog als een... Het is een superset workout, dus we doen gelijk die sets achter elkaar. En dit is gewoon een soort van warming-up. En eigenlijk ook een beetje een rek-oefening, hè? Een beetje lenig worden. Het komt ook goed van pas in bed. Als je even net wat meer kan dan de rest, weet je wel. Kijk, dat je gewoon even... De wereld is weer open, weet je, goeie mate. Dus je moet even wat laten zien, weet je. 1. Je bent helemaal ripped. Dus daar heb je al voordeel mee. Maar 2. Je moet natuurlijk ook gewoon even lekker gewoon zo, weet je wel. Ja. Wat heb je? We hebben hier een tasje. Wat zit erin? Zelfs een blikje deze keer. Een tweetje. Een shakertje. Beugeltje. Are you subscribed? Ja man, ja. Abonneerd? Ja, lekker. Can you show it? Ja, kijk dan. Oh hier. Een mooie. Ja, dit is helemaal top. Oké. Okay. Bedankt man. Dit is voor jou. Doe lekker. Is dat pre-workout? Wauw. Ja, lekker wel. En fit, hè? Wow, is goed. Ja, look at the chest. Ja, toch. Ik heb ook een goede biceps. Ja, kijk even die biceps. Wat jou? Je ziet some sunlight. Ja, hier. Hier, kijk. Buffeltje hoor. Lekker jongens. Goed lekker. Oké, okay, let's go. Hey, dit is mijn lievelingsstaan. 1, 2, 3, 4. Kom op. Nog één. Zo. Actief, hoger. Oh, oh, die had je moeten hebben. Op de tandje. Daarom zeg ik, gooi die snuiven door de dag. 10. Nee. Kom. 11. Nee. Je weet het, hè? Altijd even het flyerapparaatje meepakken, toch mevrouw? Ja, voor de mooie borsten. Komt-ie! Het is best goed eigenlijk, dat niet ontbijten. Mensen vragen voornamelijk, heb je wel voldoende energie en alles en kracht? Nou, ik heb juist energie en kracht. Misschien komt het ook omdat ik 5 scoops in mijn mik heb. Maar het went heel erg. Eigenlijk wil je ook niet meer zonder de ketoneolie.
Maar ik hou dus best wel erg mijn kracht vast, zie je dat? We hebben net nog 110 gebangdrukt. En ik doe even het flyapparaatje met het hele pakketje gewoon. Wat was het? 10 mooie reps? Wie dan wel? Het hele pakketje meegenomen. Okay, deze staat naast het flyapparaat, die kun je net goed meepakken. Dan krijg je dus die kabels in die schouderkoppen. Dat zijn gewoon kabels, zoals Jin dat zegt. Kijk. Moet je even heen. Hey. Zit even in de olie, hé? Hey? Klaats, je zou maar even die flymachine even meepakken met het schouderapparaatje, de side raise. Dan loop je dus zo naar buiten. Ja, het is ook wel echt bijna 30 graden, dus het is helemaal niet raar dat je zonder shirt hier staat, hoor. We gaan even naar de kapper nog, we nemen jullie mee. Wij hier, de eerste maaltijd van de dag. Zo. Belangrijkste tip om af te vallen. Ik wil eten! Even lekker bij de kapper of niet, Maurice? Ik heb een supermarkt. Met eieren kopen en broccoli. En kipfilet. Hé, hey, Tom. Hij gaat even voor die looks, hè? Klaar! En dan, ja, wat doen we hier dan? Neem ik het hele pakket? Wat is het?